Corona camping aangekomen. Dit is de Corona camping. Hier liggen alle spullen. Die ga ik. Kunnen we straks de tent opzetten. En dit wordt ons plekje. Zo, nou, dat is toch geweldig. Zo, dit is de Corona camping bij Night. Dus waar jullie daarnet mijn spulletjes zagen liggen, is nu de tent opgezet. We hebben lekker gebarbecued. En nu gaan we gebruik maken van de hut. Die zit ook bij de camping. Ja, bij gebrek aan beter moeten we het hiermee doen. Kan er ook niks aan doen. Corona camping. Om te slapen. Dan lekker. Nou, het is allemaal veilig verlopen. Er zijn geen mensen langs ons gelopen. We hebben ons eigen toilet hier. Dus het gaat allemaal prima. Ja, dit is natuurlijk een hele mooie alternatief. Ja, ik begrijp ook wel dat het niet voor mensen is die vier dagen achter zitten. Dat begrijp ik wel, maar ja, voor ons is het een leuk alternatief. Ik kan niet wachten hoor, tot eind juni. Dus ik ben alvast begonnen. Het is proefnacht geweest. We gaan zo lekker eitje bakken. Helemaal top. Nou, we gaan zo met de eitje. Daar heb ik het net over gehad. Hier komt onze. Dat toveren we uit onze tent. Nou, dus ja. Gezellig. En we moeten natuurlijk het doen zoals het op de camping gebeurt. Waar zijn de pannen? In de tent nog. Nou. Zo. En de koffie, had je al koffie gemaakt? Alles op zijn tijd. Nou ja, dat is waar. Alles op zijn tijd. Zo, om nog een beetje het gevoel te krijgen dat we met de MG op vakantie zijn, heb ik mijn windschermpje met de auto's erop ook maar eventjes opgehangen, zodat het net is of de auto's bij ons zijn. En ik hoor nu een hoop geknetter, dus ik denk dat er iets heel lekkers aan staat te komen. Nu. Kijk eens even aan. Anneke is heerlijk. Heerlijk eitje aan het maken. Oh, lekker zeg. Ben je klaar hoor? Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Oh, lekker. Oh, lekker, 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 lekker. Alles is mogelijk op de camping. Dat is lekker jongens. Nou, nu gaat Anneke al een eitje beginnen. We hebben heerlijk ontbeten. We hebben nog een beetje aardbeidjes. Thee is lekker. Dit was onze creatieve oplossing voor toch te kunnen kamperen. Terwijl het nog niet kan. En wij met z'n tweetjes geen geduld hebben om daar op te wachten. Het heeft zoveel voordelen. Geen rij bij de douches. Geen rij bij het toilet. Nee. Altijd schoon. Altijd schoon. Ja. Ja. Niet dat je buren dicht op je staan eigenlijk. Nee, nee, het is niet haring in haring. Nee, het is allemaal. Het is eigenlijk wel. Het heeft veel voordelen. Veel goede voordelen en een goede aanrader. Voor het is ook voordelig. De creatieve buitensporter onder ons. De oplossing. Dank u wel voor de aandacht. Voor de aandacht. Hier, geen rij bij. Dank u wel.